sta hier op Beursplein 5. En hier achter mij is de beurs. En dat is waar aandelen verhandeld worden van in Nederland geregistreerde bedrijven. 100 jaar geleden was zulke aandelenhandel er ook al. En 100 jaar geleden kwam Nederland terecht in een van de ergste economische crisissen aller tijden. Een crisis die het verloop van de geschiedenis zou veranderen. Hoe is dat zo gekomen? In het jaar 1900, 30 jaar voor de crisis die de Grote Depressie zou gaan heten, was alles nog helemaal in orde. Men noemde die tijd zelfs la belle époque, de mooie tijd. De economie liep op de meeste plekken als een trein. Nieuwe uitvindingen maakten het leven mooier. En conflicten waren allemaal ver weg op exotische plekken met moeilijke namen en met hele vreemde mensen. Er leek dus niks aan de hand in de westerse wereld. En ook over de toekomst was er niets dan eindeloos optimisme. Het is niet zo moeilijk om te raden waar de oorzaken van de economische crisis beginnen. In het jaar 1914 lijkt de wereld tot een einde te komen. De Grote Oorlog breekt uit. Oh, 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 it's a lovely war. It's a lovely war. Oh, be a soldier, eh? Oh, it's a shame to take the pay. As soon as Rebellion is gone, we feel just as heavy as lead. But we never get up to the task and bring the breakfast up to bed. Het is moeilijk om te overschatten hoezeer de Eerste Wereldoorlog de wereld heeft veranderd. Miljoenen doden, landen die helemaal ten onder gingen en wereldwijde politieke veranderingen. Daarnaast zorgde de oorlog ook voor een nieuwe variant van het griepvirus, de zogenaamde Spaanse griep, die ook nog eens aan miljoenen het leven zou kosten. De wereld was niet hetzelfde toen de kanonnen eindelijk zwegen aan het einde van 1918. In Europa was tijdens de Wereldoorlog door de enorme mobilisatie van mannen om in de legers te dienen, een tekort aan boeren ontstaan. Hierdoor liep de graanproductie enorm terug totdat de landbouwers van huis waren en in de loopgraven zaten. In de jaren 1914 tot 1917, toen de Verenigde Staten nog neutraal waren en dus nergens mee te maken wilden hebben, groeide de Amerikaanse graanproductie gigantisch door de grote vraag uit Europa. Hierdoor gingen Amerikaanse boeren investeren in nieuwe machines en ze pasten zogenaamde schaalvergroting toe. Ze gingen op grotere schaal produceren. Dit deden ze met geld dat ze leenden van banken, die dat maar al te graag deden. Het idee achter een bank is dat ze geld uitlenen en dat geld natuurlijk ook terugkrijgen. Maar daarnaast ontvangen ze ook een percentage rente en dat is een deel wat er bovenop komt. Neem dus dit gratis levensadvies: geld lenen kost geld. Na die Eerste Wereldoorlog kwam in Europa langzaam de landbouw weer op gang. En dat betekent dat de vraag naar Amerikaanse landbouwproducten veel minder werd. Amerikaanse boeren bleven dus met overschotten zitten en ze konden de schulden aan de banken niet zo makkelijk terugbetalen. En daardoor kwamen op termijn ook de Amerikaanse banken in de problemen. Maar dat was niet het enige. Naast boeren leenden ook gewone burgers en kleine bedrijven tijdens de zogenaamde Roaring Twenties heel veel geld. De Roaring Twenties was de periode tussen 1920 en 1929. Dat optimisme van la belle époque, de mooie tijd, leek weer even de overhand te krijgen in de wereld. De oorlog was voorbij. Het leven leek weer de goede kant op te gaan. Nieuwe mode gaf het leven weer kleur. En in Egypte werd het graf van farao Tutankhamon ontdekt. En dit gaf mensen overal ter wereld weer een gevoel van avontuur. Opdat mensen dachten dat het met de wereld weer de goede kant op gingen, gebruikten ze hun, vaak geleende geld, voor het kopen van aandelen in bedrijven. Het rendement, de winstuitkering op aandelen, was hoger dan de rente die betaald moest worden voor de lening. Mensen maakten dus winst op hun lening. Lenen werd van alle kanten aangemoedigd in een klimaat van groot vertrouwen en optimisme in de toekomst. Verder hadden de Amerikanen vanaf 1924 in het kader van een economisch reddingsplan heel veel geld geleend aan Duitsland om de economie daar draaiende te houden. De terugbetaling van deze leningen verliep moeizaam, wat de geldproblemen voor de banken in de Verenigde Staten langzaam maar zeker veel groter maakte. Het sprookje van de Roaring Twenties kwam tot een einde in oktober van 1929. Het toppunt van de economie was bereikt en de koopkracht van consumenten nam langzaam af. Er werd minder gekocht, waardoor bedrijven hun productie moesten verlagen en werknemers moesten ontslaan. Hierdoor daalde de consumptie nog meer,
waardoor sommige bedrijven zelfs failliet gingen. Dit alles had tot gevolg dat de koersen op de beurs nu ook voor het eerst begonnen te dalen, omdat mensen minder aandelen kochten. Op donderdag 24 oktober 1929 ging het pas echt helemaal mis. Aandeelhouders hadden geen vertrouwen meer en probeerden massaal de aandelen die ze nog hadden te verkopen. Hierdoor stortten de prijzen en de koersen volledig in elkaar. Deze dag wordt dan ook wel Zwarte Donderdag genoemd. Een opvallend detail daarbij is dat vrijwel elke beurscrash in de geschiedenis zich afspeelde in oktober. Dat is tot de dag van vandaag een reden voor bijgelovige aandeelhouders om voorzichtig te zijn in die maand. Op Zwarte Donderdag gingen miljarden dollars in spaargeld en investeringen in rook op. Waardoor bedrijven en gewone burgers hun leningen opeens niet meer konden terugbetalen aan de banken. Hierdoor viel de ene na de andere Amerikaanse bank om. Doordat er sprake was van een wereldeconomie, sloeg de crisis kort daarna ook over naar Europa. De werkeloosheid nam gigantisch toe in een angstaanjagend korte tijd. En ook in Nederland werd de situatie al snel ernstig. Het aantal werklozen in Nederland bedroeg in 1930 al circa 150.000 en kwam in 1935 op een hoogtepunt van bijna 600.000. Van elke 4 Nederlandse arbeiders was er 1 langer dan een jaar werkloos. De Nederlandse regering besloot in actie te komen. Ze zouden de Nederlanders die geen werk konden vinden door de crisis steun gaan geven. Niet te veel natuurlijk, want dan zouden die arbeiders alleen maar lui worden en helemaal niet meer willen werken. En ook werden ze gedwongen om meerdere keren per dag te komen stempelen in speciale kantoren, om te bewijzen dat ze niet stiekem ergens anders aan het werk waren. Dit stempelen werd als erg vernederend ervaren. Daarnaast konden ze gedwongen worden in de zogenaamde werkverschaffing aan de slag te gaan. Zo kon het gebeuren dat een werkloze docent met de schop aan het werk moest om sloten te graven of dijken aan te leggen. Uit deze tijd komen grote openbare werken, zoals het Amsterdamse Bos. Daar stopt een trein midden in de heide tussen Zwol en Dedemsvaart. En uit die trein stappen 100 werkelozen die telkens voor 2 weken naar de werkverschaffing gaan. Dat wil zeggen, ze worden, zij het dan tijdelijk, onttrokken aan het demoraliserend niets doen. Ze zullen meer ontvangen dan wanneer ze steun trekken. En ze zullen gedurende die tijd wellicht beter gevoed worden dan thuis. Een geestelijke en tegelijk lichamelijke opfrissing dus. En zo zitten ze nu plotseling midden in het werk. De premier van Nederland, Hendrikus Colijn, voerde een strakke bezuinigingspolitiek, waarbij hij vooral de uitgaven op ambtenarensalarissen en op het onderwijs kortte. Ook verlaagde hij de werkelozensteun zoveel mogelijk, wat leidde tot een oproer in de Amsterdamse wijk de Jordaan. 4 mensen zouden hier het leven verliezen. Het waren zware tijden voor zo'n beetje iedereen. In Amerika probeerde president Roosevelt de economie weer op gang te krijgen door enorme investeringen te doen. Het belangrijkste gevolg van Roosevelts ingrijpen was dat de Amerikaanse economie in de jaren 1930 langzaam stabiliseerde. In 1936 waren er zelfs al voorzichtige tekenen van herstel. In 1937 werd de situatie helaas weer erger. In Amerika ging men de crisis nu de Grote Depressie noemen. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line just waiting for bread? Once I built a railroad. Het zou tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de effecten van de Grote Depressie wegtrokken. De werkloosheid bleef hoog. En ook in Nederland kwam het herstel maar moeizaam. Er zijn een heleboel arme kindertjes en die moeten allemaal naar buiten. En als u nou wat in dit busje doet, dan gaat het ook. Want dan worden die kindertjes weer flink en sterk. Toe! Doe uw best eens voor onze arme vrienden en vriendinnen. De gevolgen van de crisisjaren 1930 waren groot, met name in Europa. De armoede groeide gigantisch. En dit gaf nieuwe politieke bewegingen, zoals die van een zekere Adolf Hitler,
de kans waar ze op wachten. Duitsland had de gevolgen van de crisis zwaar gevoeld. De armoede was er gigantisch. De partij van Hitler, de NSDAP, begon langzaam te groeien, omdat Hitler beloofde de armoede aan te pakken en het land weer groot te maken. In Nederland was het de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, die beloofde alle ellende op te lossen. En zelfs in Amerika waren er partijen die erg leken op die van Hitler. De economische crisis, die begon in 1929, gaf partijen zoals die van Hitler de kans die ze nodig hadden om groot te worden. In dat opzicht is het dus een van de belangrijkste gebeurtenissen van de 20e eeuw. En vergis je niet, ook vandaag de dag ligt het spook van de economische crisis nog altijd op de loer. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden. Weggevaar behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.